Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in ons toekomstige energiesysteem. Bijvoorbeeld om de uitstoot van CO2 te verminderen. In de verduurzaming van de industrie, maar ook voor transport en energie voor de verwarming van onze woningen. Remeha investeert in de ontwikkeling van waterstof-CV-ketels. En participeert in projecten om aan te tonen dat waterstof haalbaar is in de gebouwde omgeving. Je huis verwarmen op waterstof. Nou, nog niet alle seinen staan op groen, maar de bewoners in deze wijk kunnen niet wachten. Jullie doen mee als bewoners in deze wijk en loggen aan deze proef. Waarom doe je mee? Nou, wij vinden het belangrijk om een duurzaam steentje bij te dragen. We hebben 3 dochters. En ik vind het heel erg belangrijk dat zij ook zo meteen kunnen leven in een duurzame wereld. Moet je nou nog veel verbouwen om daar mee te kunnen doen? Nee, in ons geval valt het heel erg mee. We krijgen een nieuwe ketel op waterstof, een nieuwe gasmeter. En schijnbaar liggen bij onze leidingen erg gunstig, dus hoeft er niet veel te gebeuren. Waar zit de uitdaging op dit moment nog voor jullie? De uitdaging zit meer op organisatorisch vlak. Aardgas is een collectieve oplossing, maar waterstof is ook een collectieve oplossing. Dat betekent dus dat je niet als individuele bewoner kan zeggen, netwerkbeheerder, ik wil graag waterstof. Dus we moeten dat regelen voor de hele wijk. En dat is ook meteen een uitdaging. Want hoe zorg je dat iedereen op hetzelfde moment de beslissing maakt om over te stappen? Op verschillende plekken worden er al testen uitgevoerd met waterstof als energiedrager in de huiselijke omgeving. In Apeldoorn testen Remeha, Aliander en Kiwa de transitie naar een waterstofketel. En leiden ze installateurs en monteurs op. Zoals er nu naar uitziet, gaat waterstof in de gebouwde omgeving met name in bestaande woningen toegepast worden en minder in nieuwbouwwijken. Maar dat zijn we ook nog wel aan het onderzoeken. En waarom in bestaande bouw wel? Omdat je daar de leidingen al hebt lopen en daar dus makkelijk kunt vervangen. En in nieuwbouwwijken heb je al meer mogelijkheden en ga je waarschijnlijk meer toe naar andere oplossingen. Je hebt dan wel waterstof door je huis lopen, door je wijk, door je stad. Heeft dat gevolgen voor de veiligheid van je woning? Nee, de hele bedoeling van waterstof in een gebouwde omgeving is dat je net zo veilig maakt als aardgas. Aardgas en waterstof zijn wel verschillend qua eigenschappen. Waterstof vervliegt makkelijker. Dus daardoor, als er een lek is, zal het sneller wegvliegen. Dus het gaat makkelijker door kieren of open ramen in een huis naar buiten bijvoorbeeld. Ja. Dus daar verwachten we geen gevaren uit. Engineer Raymond van de Tempel legt me uit wat de andere uitdagingen zijn bij het omzetten van een standaardketel naar de waterstofvariant. Voor jou thuis, ja? Als je een CV-ketel thuis hebt, het is eigenlijk bijna helemaal identiek. Oh ja. En hoe kijk jij nou zelf naar de toekomst van waterstof? Ik zie dat zitten, 100%. Nee, want het is namelijk een hele mooie, schone techniek. En als je kijkt in de energietransitie, is dit een van de meest eenvoudige wijzigingen voor de consument. Het gaat om, het moet betaalbaar zijn, het moet haalbaar zijn, het moet ook de juiste reductie opleveren eigenlijk.